Iedereen heeft wel eens gehoord dat het grote geld in het vastgoed zit. Maar hoe onderhoud je die woningen? Daar leren we vandaag meer over in ons gesprek over facility management in de vastgoedsector. De vastgoedsector heeft het voorbije decennium een enorme transformatie doorgemaakt. De voorbije wetswijzigingen van 2010 en 2019 waren onder andere het algemeen beheer, de organisatie van de algemene vergaderingen en de transparantie naar de mede-eigenaars duidelijker werden vastgelegd, dwingen onze sector ertoe zich nog verder te professionaliseren. Samen met de vele nieuwe digitale ontwikkelingen kunnen wij op die manier aan onze mede-eigenaars een open en transparant beheer aanbieden. Maar ook de voorbije COVID-periode biedt hier nieuwe kansen. Waar voorheen algemene vergaderingen enkel fysiek konden doorgaan, kunnen deze vanaf nu, dankzij nieuwe wetswijzigingen, ofwel volledig fysiek nog, ofwel volledig digitaal of hybride doorgaan. Dit biedt een enorm comfort voor onze betrokken mede-eigenaars. We hebben er eigenlijk van in het begin voor gekozen om ons back-office systeem zelf in huis te gaan ontwikkelen. Dat laat ons toe dagelijks te gaan perfectioneren en te gaan realiseren steeds in functie van de klant. De klant moet centraal staan in het vastgoedbeheer, toch zoals wij het zien. Het beheer van grote projecten laat ons toe alle mogelijke problemen die zich stellen te gaan ontmoeten, te gaan analyseren en ook in oplossingen te gieten. Zo kunnen ook de kleinere projecten die wij beheren van dat schaalvoordeel van die grote gaan genieten.